HIV, een seksuele aandoening waarover men vaak niet durft te praten. Dat slechte imago, daar moeten we vanaf, vindt ook fotograaf Marjolein Annegarn. Zij heeft een fototentoonstelling opgesteld in het Radboud UMC in de hoop het stigma te doorbreken. Het is een tentoonstelling van 19 mensen die leven met HIV, maar daar niet open over zijn. En ze zijn daar niet open over omdat er nog steeds heel veel vooroordelen en stigma heersen. Waar mensen die leven met HIV heel veel last van hebben. Op ieder gebied hebben ze daar last van. In hun werk, bij nieuwe relaties, maar ook zeker in de zorg in het ziekenhuis. Wij zijn natuurlijk al een heel eind gekomen, hè? De zorg voor mensen met HIV. En je merkt dat in onze maatschappij... HIV niet makkelijk besproken kan worden met buren, vrienden, familie. Mensen houden HIV heel erg bij zichzelf. Mensen komen natuurlijk wel altijd in de zorg en moeten daar zich wel laten horen dat dat iemand HIV positief is. Manon, verpleegkundig specialist aan de Radboud UMC, heeft ook onderzoek verricht naar het denkbeeld over HIV. De reacties op dit onderzoek bevestigen het stereotype. En toen heb ik echt specifiek onderzoek gedaan onder zorgverleners. En om te kijken van ja, hoe ervaren zij HIV, hoe kijken ze daar tegenaan. En ja, dan kreeg je wel vaak in de interviews die ik heb afgenomen reacties als zijnde van eigen schuld. Had je het maar veilig moeten doen. En ook andere termen als het zal wel een homoseksuele man zijn. Dus dat zijn wel veel voorkomende termen die ook terugkwamen in de interviews die ik heb afgenomen destijds. Ja. Marjolein hoopt de 20e eeuwse gedachtegoed over HIV te verbeteren. Ja, dat stigma op HIV dat heeft te maken met de beelden uit de jaren 80 en 90. Toen was het natuurlijk een ziekte die niet te genezen was, waar je aan dood ging. Waar heel veel sprookjes omheen hingen van hoe je het zou krijgen. En mensen hebben nog steeds die vreselijke schrikreactie. Want het was in die tijd voor iedereen die seksueel actief was een grote angst om HIV op te lopen.